afgelopen maanden hebben we gevraagd aan u. Ja, welke vragen zouden we nou moeten beantwoorden als het gaat over wonen, werken, recreëren? En nu zijn we aan de fase om de vragen te beantwoorden. En daarvoor hebben we ook weer jouw hulp nodig. De uitdaging bij verkeer en vervoer is in één zin samen te vatten. Hoe kunnen we, ondanks de groei van de stad en de toename van de mobiliteit, Amersfoort gezond, leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar houden? Die vraag is makkelijker gesteld dan beantwoord. Het vraagt in ieder geval om andere manieren van autogebruik, om meer fietsen en lopen in plaats van autorijden en om goed openbaar vervoer. Maar wat nog meer? En waar zetten wij voor open in? Wij zijn benieuwd wat u ervan vindt. En als we het bekijken vanuit het oogpunt van inrichting van de openbare ruimte, blijven we dan waar dat past nog steeds groeiende behoefte aan parkeerruimte volgen? Of gaan we ook in de inrichting sturen op meer ruimte voor groen, voetpaden en fietspaden en minder voor parkeren voor de deur? En op die manier autoverkeer minder aantrekkelijk maken. In Utrecht zijn de eerste woningen zonder parkeerplaatsen al verkocht. Willen we dat in Amersfoort ook? Wij zijn benieuwd hoe jij daarover denkt, hoe u daarover denkt. Laat het ons weten. Thank you.